Goedemiddag. Voor steden en dorpen langs de Rijn in Duitsland dreigt een drinkwatertekort. Het water van de Rijn is door de brand in de chemische fabriek in Basel 8 dagen geleden zo ernstig vervuild dat het niet meer gebruikt kan worden door de waterleidingbedrijven. De Rijn is praktisch voor alle waterleidingbedrijven langs de rivier de enige leverancier van water. Nu de windputten overal zijn stilgelegd, moet de reservevoorraad worden aangesproken en die is bij lange na niet voldoende. Pas over een dag of 5, als het gif voorbij is getrokken, kan er weer water uit de Rijn worden gehaald. Hoe klein de voorraad is, bleek vandaag al in Rijnland-Palts. In het dorpje Onkel moesten tankwagens water komen brengen nu het plaatselijke waterleidingbedrijf gesloten moest worden. In ons land worden de ontwikkelingen in Duitsland nauwlettend gevolgd door het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater. Vandaag kwam er een monster uit Düsseldorp in Lelystad. Aan de hand van dat monster wordt bekeken wat de gevolgen zijn voor ons land als het gif vannacht de grens overkomt. De Filipijnse minister van Defensie, Enrile, heeft president Aquino de verzekering gegeven dat hij alles zal doen om een staatsgreep te verijdelen als die komt, maar dat er volgens hem geen sprake is van een op handen zijnde machtsgreep. Het Filipijnse leger is overigens wel in staat van paraatheid gebracht in verband met de politieke onrust. President Aquino gaat morgen naar Japan en net als toen zij Indonesië en Amerika bezocht, kwamen vlak voor haar vertrek geruchten over een mogelijke staatsgreep. Minister Enrile zou deze keer van generaal Ramos, met wie hij hier praat, te horen hebben gekregen geen politieke avonturen te beginnen. Want het is Enrile zelf van wie bekend is dat hij graag president wil worden. Bovendien vindt Enrile, en daarin staat hij niet alleen, dat mevrouw Aquino lang niet hard genoeg tegen de communistische rebellen optreedt. 6 locomotieven die niet werden bestuurd zijn met een snelheid van 60 km per uur het grote station van Bangkok binnengereden. Dat heeft aan minstens 5 mensen het leven gekost. Het station was vol reizigers, maar men heeft tijdig de perrons kunnen ontruimen. De 6 locomotieven stonden voor onderhoud en reparatie op een rangeerterrein 8 kilometer ver weg. Ze waren aan elkaar gekoppeld en bij het proefdraaien van één van de motoren is die locomotief gaan rijden en die nam de andere diesels, elk 50 ton zwaar, mee. Op het station aangekomen ontspoorden ze. Op Haiti zijn bij demonstraties tegen de regering 3 mensen om het leven gekomen. 1 soldaat en 2 demonstranten. De protesten begonnen gisteren in Port-au-Prince. In de grootste demonstratie sinds het vertrek van dictator Duvalier trokken 50.000 sloppenbewoners naar het centrum. Ze eisten van de voorlopige regering hervormingen en ontslag van Duvalier-aanhangers. Bij een radiostation braken gevechten uit. Volgens het leger gooiden de demonstranten met stenen en hebben ze een soldaat doodgeschoten. Maar het leger schoot terug. Minstens 10 demonstranten met schotwonden zijn in ziekenhuizen opgenomen. In Gonaïve, de tweede stad van Haiti, zijn ook rellen uitgebroken. 2 demonstranten werden daar door het leger doodgeschoten. De burgemeester van Gonaïve is uit protest tegen het legergeweld afgetreden. Wijlen president Sukarno van Indonesië is uitgeroepen tot held van Indonesië. Dit eerherstel werd bekendgemaakt op het presidentspaleis in aanwezigheid van een weduwe van de ex-president Hartini Sukarno. Sukarno stierf 16 jaar geleden in huisarrest. Hij was afgezet als president na een mislukte poging van de communisten om de macht te grijpen. Sukarno zelf was bij die machtsgreep betrokken.